op naar zaterdagavond dan, waar het handbalavond was met in eerste nationale de clash tussen Hube Handbal en leider Sascha. We spelen 5 minuten met de 2 tegen 3. Sascha maakt een mooie kloof na 10 minuten, de 4-8. Ook na 20 minuten staat er nog steeds een kloofje van 3 goals op het scorebord. De Antwerpenaren verliezen stilaan de grip op de wedstrijd en zo zien we Hube Handbal langzaam maar zeker terug in de wedstrijd komen. En ze moeten ze nog 1 goal goedmaken in de tweede periode. Rustig gaan we met de 15-16. We zijn amper 10 minuten bezig in die tweede periode wanneer Sascha terug een kloof van 4 goals beet heeft. 18-22. Ook hier wil Hube Handbal niet van weten en zo gaat de Eburon Arena uit zijn dak met de gelijkmaker 24-24. Beide ploegen scoren dan nog beurtelings en geen van beiden kan nog afstand nemen. 3 goals elk, zodat we een terechte uitslag krijgen daar in Tongeren. 27-27. Tel Habrake, ja, coach, een gelijkspel tegen de leider. Achteraf denk ik dat je wel blij bent. Het is een beetje dubbel, hè, natuurlijk. Wil je winnen? We hebben kansen om te winnen. Sascha had ook nog wel kansen om te winnen. Het is gewoon een beetje dubbel. Maar ik denk uiteindelijk, als we eerlijk moeten zijn, zowel Sascha als wij, is dat gewoon een terechte uitslag. Maar oké, we zitten in de flow. Vorige week winnen we terecht in Houthalen, waar daar de tweede was. De titelfavoriet eigenlijk nog. Dus wij zitten ook wel in de flow, een beetje na een moeilijke start in het seizoen. Dus dat is jammer, maar toch ook wel blij mee met dit punt. Kevin Jacobs, 27-27 in Tongeren bij Hube Handbal, gelijkspel, nog steeds ongeslagen. Ja, dat wel. Het was vandaag denk ik een verdiend gelijkspel. Beide ploegen hebben niet hun beste handbal gespeeld. We hebben een aantal keer voorgekomen, Hubo is een aantal keer voorgekomen. En ik denk uiteindelijk, als je het beziet, dat ook de coach van Hubo zegt het, van uiteindelijk een gelijkspel is goed voor beide ploegen. Het had hier anders kunnen uitdragen voor hen, maar ook voor ons. En ja, we weten dat het hier nooit gemakkelijk is. Het is ook een jonge ploeg, net zoals onze ploeg. En voor ons is het natuurlijk al een lang seizoen en zolang je geconcentreerd blijft, is het simpel.